managen van een reputatie is belangrijk omdat je als merk bekendheid wil opbouwen. Bekendheid plus een goede reputatie helpt voor merkvoorkeur. Merkvoorkeur helpt bij alle stakeholders en verklaart waarom mensen met jouw zaken doen en niet met anderen. Maar het bouwen van bekendheid zonder dat je een goede reputatie hebt, heeft geen zin. Dus je moet eerst een goede reputatie hebben en dan bouwen aan je bekendheid. Andersom kan niet. De reputatie van bedrijven is eigenlijk een van de belangrijkste aspecten in de organisatie van bedrijf. Het zou eigenlijk zelfs op de balans van een onderneming moeten staan. En dat draait allemaal om vertrouwen wat diverse stakeholders in een bedrijf of een organisatie hebben. Vertrouwen de medewerkers, de directie, vertrouwen je klanten en je leveranciers, het bedrijf. Dat is eigenlijk de basis voor succes. Wat bovendien heel belangrijk is, als je in goede tijden duidelijk communiceert, bouw je ook een soort hypotheek op voor slechte tijden. Want iedere organisatie, gewild of ongewild, kan op een gegeven moment in het verdomhoekje terechtkomen. We hebben in het verleden met MSL op een aantal grote projecten samengewerkt. De opening van de PST-fabriek, een belangrijk mijlpaal in het behalen van onze doelstellingen, hebben we ook georganiseerd met MSL, waar we een hele belangrijke doelgroep moesten vertellen waarom we de fabriek hadden neergezet en hoe we dat hadden gedaan. Daar heeft MSL ons enorm geholpen in dat op een hele creatieve, originele manier neer te zetten. Dat heeft ook enorme impact gehad op het gebied van media en publiciteit. Nou, hele goede voorbeelden zijn het wereldwijde Randstad 50 project. Daar komt er weer eentje aan over 2 jaar. Iedere 5 jaar brengen we iedereen in de hele wereld bij elkaar in een enorm intern communicatieprogramma. Er is een feest, maar in werkelijkheid is dat maar het topje van de ijsberg, want er is een heel jaar lang een heel programma dat daar naartoe leidt. Het is dé manier om in de hele wereld het bedrijf dezelfde kernwaarde te laten binnen. Dat is heel belangrijk. Ja, het moment waarop ik dacht van nou, nu heb ik ondersteuning nodig op een communicatievlak. Dat is eigenlijk vrij duidelijk. Dat was op het moment dat wij door de NOS werd geïnterviewd over de dioxineproblematiek. Als ik nu terugkijk wat die uitspraak teweeg gebracht heeft aan kritiek en aan promotie, dan ben ik blij dat ik op dat moment zeg maar mezelf heb gevraagd. En je kunt namelijk, die kunnen je een heel andere focus geven voor het verhaal. Wat wij noemden Fit for the Future programma, waarin wij in overleg met Londen hadden afgestemd dat binnen 3 maanden 104 mensen of 110 mensen het bedrijf zouden gaan verlaten. Hebben dat project zowel de interne medewerkers, maar ook naar de externe stakeholders, en met name ook hier in de regio en in Nederland, hebben dat op een goede manier vormgegeven. Het samenwerken met MSL is erg prettig. Dus, wat ik al eerder zei, is dat ze op strategisch niveau erg goed met je meedenken. Maar tot op het kleinste detail van de uitvoering wordt er ook erg goed met je meegedacht. En dat maakt dat ze een campagne of een activiteit die je doet gewoon vlekkeloos verlopen. Eigenlijk in de branche berucht dat we bijna nooit bureaus gebruiken. Of heel weinig. En dat we daar dan ook nog vaak commentaar op hebben. We zijn heel erg van het zelf uitvinden. We hebben dus iets nodig wat we vonden bij MSL, dat aan de ene kant wel die kennis heeft, maar aan de andere kant een bredere benadering heeft en ons aanvult op plekken waar wij zelf niet genoeg capaciteit hebben. En die speciale mix zochten we niet helemaal gevonden. Oké, alleen maar signaleren heb ik niks aan. Dus van Mark, realiseer je dat dit en dit speelt. Dit is wat we horen, dit is wat we in de wandelgangen terugkrijgen of van klankbordgroepen. En ik zou het zo aanpakken als ik jou was. Het is dus zowel kritisch klankbord als ook vervolgens actieplan om dat uit te voeren. Ja, er is een duidelijke boost bij de trots op het bedrijf, maar die vertaalt zich ook commercieel. Dat betekent dat je in de tijd na zo'n geweldige beleving merkt dat de hele verkooporganisatie enthousiaster is en zo orders makkelijker binnenhaalt. Dat is veel geld waard. Kijk, je ziet dat we allemaal zeer goed opgeleide en getrainde mensen hebben, generalisten.
Maar die hebben allemaal een eigen specifieke vakgebied. En dat is een onderscheidend vermogen van ons bureau. Generalist aan de ene kant en een specialist aan de andere kant. Een hele mooie quote van de opdrachtgever waar ik echt achter sta is: zet de juiste mensen bij elkaar en dan is succes onvermijdelijk.